Roeselare ligt in het centrum van West-Vlaanderen en telt 62.000 inwoners. Al in de 10e eeuw was de stad een belangrijke plaats voor handel en nijverheid. En vandaag is dat nog altijd zo. Roeselare staat bekend als een shoppingstad. De Reo-veiling bijvoorbeeld is de grootste groente- en fruitveiling van Vlaanderen. Niet toevallig huisvest deze regio dan ook een hele reeks voedingsverwerkende bedrijven. Rond het kanaal Roeselare-Leie en langs de E403 hebben zich tal van industriële bedrijven ontwikkeld. Sinds 2016 is Chris de Klerk de burgemeester van Roeselare. Meneer de burgemeester, goedemorgen en welkom in ons programma. Voor u een slimme stad, wat is dat eigenlijk? Het is in elk geval een belangrijke instrumentenkoffer. De Smart City zal niet alles oplossen. Het is een begrip geworden dat nu door heel veel steden wordt ontdekt. We moeten daarin verder mee op ontdekkingstocht gaan, samen. Het kan geen concurrentie zijn van wij vinden nu het beste instrument voor eigenlijk dezelfde problemen die elke stad kent. Als we in de toekomst willen vermijden dat we continu in de file staan in versteende steden waar onze digitale rekening duurder wordt dan onze waterrekening, dan moet je daar nu wel een aantal slimme maatregelen voor nemen. En slim staat inderdaad voor verbanden leggen, connecties. We proberen dat in onze stad te doen door de ruimtelijke kwaliteit, de voordelen daarvan te halen, bijvoorbeeld op het vlak van energieverlening. We proberen onze handelaars mee te krijgen op de trein van digitale dienstverlening, maar toch nog met die combinatie van de hartelijkheid in de winkel. Daar is eigenlijk geen tegenspraak tussen. En we proberen dat in onze stad ook te doen door vooral heel inclusief te werken. Slimme mensen maak je maar als je ze betrekt. Roeselare is een stad met veel industrie, maar ook een stad met veel shopping. Wat beschouwt u vandaag als de grootste uitdagingen? Je moet maken dat mensen rustig en zonder stress de voordelen van technologie kunnen ontdekken en gebruiken als hefboom. Ook het samenzitten, het meer op elkaar inspelen van overheid en het bedrijfsleven. Niet alleen in de klassieke publiek-private samenwerking. Het gaat over veel meer vandaag dan alleen over beton als men samenwerkt. Dus daar zit eigenlijk de uitdaging voor een verdere opleving van de economie. Meneer de burgemeester, vandaag gaat het heel vaak over digitaliseren, over transformeren. Roeselare is ook een stad in transformatie. Je merkt dat in het straatbeeld, we horen het zelfs een beetje vandaag. Is dat de opdracht ook voor het stadsbestuur vandaag, om te transformeren naar die stad van de toekomst? We zijn vooral bezig met belangrijke werken rond ons warmtenet. Een warmtenet is eigenlijk een slimme manier van aan duurzaamheid en energie te doen. We hebben een verbrandingsoven waar alle vuilniszakken van de mensen worden verbrand. Dat creëert restwarmte. En dit wordt nu verder met een warmtenet door heel de stad uitgerold. Alle nieuwe verkavelingen, de ontwikkelaars hebben zelfs die verplichting gekregen vanuit de stad voor ze hun vergunning krijgen, moeten aangesloten zijn op dat warmtenet. Het is een vorm van duurzaamheid. Het is recycleerbare energie. En dat is in het kader van de echte slimme stad waar het om gaat. Het gaat niet alleen over de creativiteit in de stad. Het gaat niet alleen over het gemeenschapsgevoel in de stad, je participatie, maar ook het hergebruik. Tegelijkertijd maakt u van die werken gebruik om ook een glasvezelnet in Roeselare uit te bouwen. Wat moet dat mogelijk maken? Een glasvezelnetwerk is eigenlijk even belangrijk straks in de City of Things als vroeger de waterleiding of de riolen er kwamen. Wie vandaag zich wil inschrijven in dat verhaal waarbij je zowel flexibel thuiswerk kan doen als je eigen domotica kan toepassen als voor de industrie heel snel mee te zijn op de netwerken, dan moet je natuurlijk je onderbouw maximaal maken. Maar wij zijn een soort proeftuin omdat onze schaalgrootte het mogelijk maakt om dit hier op relatief korte termijn en ook met resultaten te kunnen implementeren. En het grote verhaal van de data mining, het open data systeem, de analyses in functie van gegevens over luchtkwaliteit en verkeersdruk in kaart te brengen. We zijn daar nu mee bezig en ik ben ervan overtuigd dat dit de meest noodzakelijke investering is die we moeten doen op dat vlak.
Meneer de burgemeester, Roeselaar is een van die Belgische steden die al een hele tijd rond die Smart City thematiek werkt, die misschien een beetje een voorloper is in ons land. Wat is het project waar u eigenlijk het meeste trots op bent? Ik ben trots op een project waar we klein mee begonnen zijn. Wij zijn gewoon eenvoudig gestart vanuit ons DNA, een commerciestad waar mensen hard werken en goed willen leven. En waar je vaststelt dat ook hier de wereldwijde transformatie, het onder druk komen van het klassieke retail gebeuren, dat dit andere oplossingen noodzaakte. De toekomst van het shoppen zal liggen niet alleen in het klassieke meer beleven, maar juist de combinatie van de vriendelijke glimlach van de kwaliteit van de handelaar met nieuwe toegepaste elementen, zoals het kunnen passen en onmiddellijk doorsturen van informatie van wat je doet in een pashokje, tot rewards krijgen, beloningen krijgen op uw kaart, tot weten waar kan ik gratis of snel parkeren, wat zijn de parkeerplaatsen die vrij zijn. We leven nu in een periode waarbij je smartphone volstaat met heel wat apps. Dat is op zich niet smart. Je moet eigenlijk maken dat je veel van die verschillende aspecten kan verenigen. We hebben dat gedaan, geanalyseerd en gesteld van kijk, wij zoeken eigenlijk een private partner die al die elementen kan samenbrengen. Zodanig dat men eigenlijk ook daar weer één toegangspoort heeft op de eigen telefoon. Maar eigenlijk moet het een soort van elektronische paspoort of elektronische portemonnee zijn waar zowel jouw lidmaatschap bij de sportclub, jouw digitale paspoort hier met je geboorteakte bij de stad, als ook jouw profiel in de bibliotheek allemaal verenigd is. Dus die omslag moet je tegelijkertijd voorbereiden, omdat je weet dat binnen 10, 15 jaar dit inderdaad allemaal zal veranderd zijn. Dat dat heel snel gaat, dat dat exponentieel groeit elk jaar voor veel mensen. Maar je zit nog uiteraard met de terechte noodzaak dat mensen, zoals ook in een bank gebeurt vandaag, de privacy kunnen hanteren van het vertrouwelijk gesprek en de duidelijke communicatie face-to-face ook nog een belangrijk aspect blijft. Wanneer zal u geslaagd zijn in uw ambitie om hier een echte slimme stad van te maken? Het zou een misredenering zijn om het werken naar een slimme stad te zien als iets met een beginpunt en een eindpunt. Je kan dit niet definiëren van dit is de checklist die we moeten afvinken om slim te zijn. Het zal zichzelf opnieuw telkens uitvinden, niet alleen in functie van de steeds vooruitschrijdende technologie. Het zal ook te maken hebben met een soort van trial and error. Wellicht zullen we op sommige vlakken stappen terug moeten zetten. Dus het werk is nooit af. We zitten nu nog maar aan het begin. En wellicht zitten we nu nog te veel in de sfeer van de ontdekkingsreiziger die onderzoekt van voor wat staat het. Dus het zal vooral afhangen van hoe je maakt dat het niet één apart geïsoleerd beleidsitem is, maar wel iets dat alle aspecten van uw beleid mee prikkelt en inspireert. Meneer de burgemeester, hartelijk bedankt voor uw toelichting.